Hoi, Willem hier vanuit zijn werkplaats met vandaag een kleine video over houtlijm. Er wordt heel veel verschillende verbindingen gebruikt voor hout en van die lamello's en domino's. En ik dacht, ik ga eens heel even kijken wat er gebeurt op het moment dat je gewoon hout plat op elkaar lijmt. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb een stukje 9 mm multiplex, eigenlijk 3 stukjes heb ik gepakt en ik heb die aan elkaar gelijmd zodat het één geheel is geworden. Dat heb ik gedaan met koolhaallijm uit Groningen. Er zit geen chemische troep in, super lijmpje, dus X-Sfeer erbij, Bison ook top, overal te krijgen. Tightbond, super lijm, maar wel een beetje overdreven om een lijm uit Amerika helemaal hier in Europa te gaan gebruiken. Laat dat lekker in Amerika, hè? Dan gaan ze daar lekker plakken. Wat ik heb gedaan, ik heb van die plaat die ik aan elkaar heb gemaakt, heb ik een strookje afgezaagd. En ik heb dit nog niet eerder geprobeerd, dus dit is ook voor mij een nieuwigheid. Maar je ziet hier dat die lijmverbinding gewoon plat is. Geen profielen ingefreesd, gewoon plat op elkaar. En ik ga hem gewoon breken en kijken wat is sterker, het hout of het lijm. Nou, hier kun je zien, en dat is wel grappig, dat alles wat kops gelijmd is, moet de camera even goed scherp stellen, alles wat kops gelijmd is, dat hoort het, daar is de lijm het zwakst, maar alles wat haaks gelijmd is, daar zie je dat de lijm het wint van het hout. Grappige conclusie, het was best wel een stevige lijmverbinding, het duurt ook wel even voordat je het breekt. En het is natuurlijk heel veel kracht wat ik nu kan zetten op een heel klein stukje lijmverbinding. Maar over het algemeen best tevreden over het resultaat met gewoon plat op elkaar. Is voor een heleboel doeleinden al meer dan genoeg. Kijk, ga je nou toch echt dingen met elkaar verlijmen die heel veel kracht nodig hebben. Dan is het misschien beter om wel een klein lijmprofieltje te maken. Maar ik ben heel niet ontevreden.